Maar eerst wil ik u aandacht vragen voor iets anders. We hebben hier gesproken over... de case van de... van de haker in bank, hè. Ucha mevrouw Vreedzaam, ucha mevrouw Patricia Etnel. Weet je nog? Mevrouw Vreedzaam van de NDP. Mevrouw Patricia Etnel van de NPS. Ik dacht dat er ook een soort van petitie is gegaan richting de PG. Maar je weet, seksueel molesten niet. Dit is aan die ferry dat. Waar ding bij me voor op mijn vorige werkplaats. Moet hij eerlijk. Want dames snappen in een deuropening. En ik moest langs. Maar in the heat of the job. Mijn griet heeft even. Niet eens bewust hoor. Gaat het daar look toe met thai serieus. Je komt tegen de persoon aan. Maar er was al daarvoor een soort van tak-taki aan. Een soort van tak-taki in die zin. Je treedt op tegen mensen die zich niet houden aan afspraken en dat tempo niet halen. Dus dat treed je op. Want jij bent leidinggevende. En dat voor jouw pech kom je tegen de persoon aan in de deuropening. Dus je gaat naar je kamer. En daarna komt die dame naar boven. En die dame zegt, ik ga u zeggen, directeur. Ik heb dat niet op prijs gesteld dat u tegen me bent aangekomen, blablabla. En je vermoedt natuurlijk dat ik was aan de club. Ik zeg nog maar, ik vind wel erg dat je helemaal naar boven komt om dat tegen me te zeggen. Je had dat terstond voor iedereen moeten zeggen als zo is. Als het zo is overgekomen. Nee, ik wilde u niet in verlegenheid brengen voor al die anderen. Nee, het heeft niks te maken met in verlegenheid brengen. Als het onaangenaam was, moet je terstond kenbaar maken. Wat ik u wil zeggen is, deze dingen zijn heel gevoelig. En ik van mevrouw Nipte Taigo Jase toen ze hier op bezoek was. Soms moet je bijna niet alleen met iemand in een ruimte zitten. Voordat je denkt ben je in problemen, zit je achter de tralies, my boy. Isabi. Of voordat je denkt gaan er allerlei verhalen, wilde verhalen, beginnen zich de ronde te doen. Maar Samuel en Taigi, die Tory van Haker in bang. Het is zo een gevoelig ding, want mensen zouden daar zijn betast, mensen zouden daar zijn geïntimideerd, ga zo maar door. We hebben mevrouw Etnel gebracht, we hebben mevrouw Vreedzaam gebracht. We hebben ook in retrospectie, hebben we zeker 2 keer... heeft het panel hier zich afgevraagd, maar waarom? En ik heb het ook in Baganatori gedaan. Zei de Mickey, de Mafa Bond nee tak noti. Wat doet de Bond? Wat doet de RVC? En is de een persconferentie bij de. En s'avonds heb ik gebeld gisteravond met de bondsvoorzitter. Om hem te vragen, sa abon doena haker in bank om die vrouwen daar te beschermen. Tegen wat gezegd wordt, de handtastelijke directeur. Tegen wat gezegd wordt, de directeur waar de vrouwen zo bang voor zijn om zelfs in zijn deuropening te komen. Dit is dan maar een stuk onder de door. Want ze zijn bang om op de kamer te gaan.
Daar hoor ik verhalen over de lift. Ja, maar, nee, ik ga niet met hem in de lift. Nee. Wie ik? Nee. Kijk, het kan nooit een gezonde werksituatie zijn. Dan zegt iemand mee vandaag op de app Cliff. Ik ken dames die daar werken. Ze zijn bang om in hun uniform zelfs te lopen door de straten van Paramaribo. Want de nouwani smasaptak die rokodrapen. En wanneer meneer Kastelen tegen me zegt van, want hij is de voorzitter van de bond, Guno Kastelen. Wanneer hij zegt van, wij hebben als taak om de mensen die daar werken, onze werknemers te beschermen. En ook een dusdanige situatie te creëren op de werkvloer. Dan kan ik met hem meegaan. Zonder te zeggen dat we de mensen die zich hebben schuldig gemaakt. Of mogelijk schuldig zouden hebben gemaakt. Aan aantastelijkheden. Dat we die mensen moeten beschermen. Meneer Kastelen. Dit is meneer Kastelen voor de mensen die hem niet kennen. Hij is de voorzitter van de bond. Hij is straks in beeld. Ik heb de man rustig laten uitpraten. Want de aangeefsters en de mensen die problemen hebben met dat daar gebeurt, hebben de ruimte gehad om te praten. Wij hebben kritiek geleverd op het feit dat wij vinden dat Abon Neko uit. Dus wij hebben de bond alle ruimte gegeven om te praten. Maar er is ook een ander ding, want dat wil ik u vertellen. Want een verhaal, ik doe de ronde. En ik ga niet bevestigend praten. Ik ga in vragende vorm praten. En ik ga u wel vragen om het goed in de gaten te houden. Er wordt gezegd dat Asani is in een haker in bank. Abi wa link na een verhaal sam e verteri over Blauwe Meer. Het Blauwe Meer. En atori fu a Blauwe Meer. Abi wa link na a minister san deno na financiën. Want hij was in zijn vorige functie de directeur van Assyria. Hou dat in de gaten. En er wordt gezegd, en dat zal verder uitgezocht moeten worden, want dat gaat dus nu dwars door de gemeenschap in fluisteringen, dat Asansa Ipsananga Adriktoro, dat nou een complot om de directeur te laten vallen, omdat hij mogelijk zijn handtekening niet wil plaatsen onder. Ik weet niet of het klopt. Maar het is wel zo dat je careful moet zijn. Je weet, er is ook zoiets van, Je jumpt op Asani, maar heb je niet eens door dat je bezig bent een agenda van iemand anders uit te voeren. En dat je gewoon, zonder dat je het weet, pas je in een scenario van anderen. Denk goed naar wat ik u zeg. Maar ik ga niet verder uitweiden. Ik kan ook niet verder uitweiden. Want ik heb u gezegd, het zijn fluisteringen. En ik breng het zo, omdat Bagan Natori Anawang officieel nieuwsuitzending. Daarom breng ik het zo. Isabi. Maar het zijn geen fluisteringen waarvan je moet zeggen van, liba Sani. Daarom mitaki. Het zijn fluisteringen. Trouwens, mistelkastelen vraag ook toe. En dan moet je goed luisteren naar het antwoord van Kastelen op die vraag. Daarom moet u rustig luisteren. Ik heb hem laten uitpraten. Isabi, om uit te leggen wat de bond gedaan heeft. En het is goed voor uw eigen informatie, Isabi, om het mee te nemen. Hoe heb je hem dit ook? Dus laten we zometeen luisteren naar meneer Guno Kastelen. Die voorzitter is bij de bond van de Haker en Bank. Waar, dames en heren, er sprake is volgens sommigen van
of waarbij de directeur verdacht wordt zich schuldig te hebben gemaakt aan seksueel molesteren van vrouwen. Laten we luisteren naar wat Ja, ik heb het al. Zo gaat-ie. Goedendag toewensen aan uw luisteraars en aan u. En laat me zeggen, het is zwaar dat wij niet uitkwamen en bewust niet. We zijn een vakbond bij een bank en we weten wat het betekent om te vroeg voor je beurt naar buiten te komen. Maar dat maakt onze rol als vakbond niet maakt onze rol niet weg. We zijn niet uitgekomen, maar we zijn al die tijd wel bezig geweest. Nadat deze zaak begon te rollen, dus voor binnen de bank in ieder geval, zijn we gelijk gebeld geworden door de president-commissaris om ons te informeren en ons te zeggen van als je de directeur weet niet ziet, daar hebben we hem gevraagd, dan weten we dat we hem hebben gevraagd om met verlof te gaan om de zaak te onderzoeken. Heeft ons toen geïnformeerd, maar we zeiden goed, we kregen de ruimte om werk te doen. Het werk is gedaan. Op een gegeven moment is het naar buiten gekomen en we zijn gebeld geworden door Radio EBC. En daar hebben we dus ook kenbaar gemaakt dat we inderdaad op de hoogte zijn via de raad. Maar dat wij als bond geen enkel lid bij ons is geweest. Dus wij zijn via onze leden niet gealarmeerd. Dus dit is gegaan via het klokkenluidersysteem. Naar aanleiding van dat interview zijn we gevraagd geworden door twee collega-advocaten. Eén in haar rol als advocaat van 2, 3 of 4 dames. En voor een gesprek met de bond. En de andere meester, de eerste was meester Vos. En de andere is meester Karg, die ons vroeg om als met een groep vertegenwoordigers van klein aandeelhouders bij de bank, dat ze graag het zij met de bond alleen of met de bond en de raad een gesprek te willen. We hebben beide personen gezegd dat we beschikbaar zijn, omdat we dat heel belangrijk vinden. Na een week hoorde ik niks. Ik heb beide collega's ontmoet en ik heb ze gevraagd, gaat dat nog komen? En ze hebben gezegd, ja inderdaad. En dus 2 weken na ons eerste gesprek hebben ze dus de afspraken gemaakt. Eerst de klein aandeelhouders, we zijn uitgenodigd door de Raad van Commissarissen. En we zijn geïnformeerd geworden over in welke fase de zaak zat. En toen dus was de zaak reeds onderzocht, intern en extern door de bank. En men had vastgesteld geen seksueel molest, maar hoe noem je dat, ongepast gedrag. En dat er een berisping daarop is gekomen. We hebben de gelegenheid gehad vragen te stellen. De kleine aandeelhouders hebben vragen gesteld. We spraken toen met de afvaardiging van de Raad van Commissarissen. Ze hebben ons heel detailistisch uitgelegd welke stappen ze hebben ondernomen. Dus we volgen de zaak. We zijn ongeveer een paar dagen daarna zijn we op bezoek gegaan op kantoor bij de collega samen met de penningmeester van de bond om daar met de advocaat en een van de dames te praten. We mochten een bandje beluisteren, we hebben onze mening gegeven, de roeper beluisteren. We hebben het gehoord, ik wil daar niet te veel details over doorgeven om redenen van privacy van de persoon. Maar we hebben onze mening wel gegeven over wat we gehoord hebben. En we hebben aangegeven... Belastend? Wat voor belastend? Wat belastend? Dus u bent journalist, u mag natuurlijk de vragen stellen. Maar we hebben onze mening gegeven dat wat we gehoord hebben... inderdaad iets is waarvan je zegt... Zo, je zou als, hoe noem je dat, als CEO best wel wat voorzichtiger mogen zijn. Maar het was... geen gesprek waarvan we konden zeggen van dat er een dreigend gesprek. Het waren 2 mensen die gemoedelijk spraken. Een gesprek opgenomen door de één. Dus die één weet dat hij opnoemt, de andere niet. En vragen worden gesteld. Dus je zou kunnen praten van uitlokking. Als u me concreet wil vragen. Ja, ja. Maar uit dat bandje kon ik dus ook uithalen van als er dus geen knipwerk heeft plaatsgevonden. Dat inderdaad dit iets moet zijn dat al een tijdje loopt. Want... uit een gesprek over het werk komt out of the blue de vraag van me, wat je van me vraagt, heb je niet kunnen. Zijn er consequenties enzovoort.
Maar de antwoorden waren niet belastend. Dus ik heb mijn mening gegeven van meer als jurist van luister. Het is inderdaad ongepast wat ik hoor, maar, of niet correct wat ik hoor. Maar als je hier dus iets van zou maken, ik weet het niet. Maar ik ben niet de persoon om te oordelen. Want als vakbond gaan we voor zero tolerance. We willen totaal geen enkele vorm van intimidatie hebben. Gepast, ongepast of seksueel molest. Zero tolerance willen we. En we staan achter conventie nummer 190 of 190 of 190 van de ILO, waar harassment on the workplace totaal niet wordt geaccepteerd. En ook de recommendaties 298. Dus we hebben dat gezegd, dus op grond daarvan, zonder een oordeel over de gradatie van wat we hebben gehoord te uiten. We laten dat voor de mensen die verstand van hebben. Gaan we wel een hartig gesprek in op basis van horen wie er hoor hebben met de directeur, zeker de directie. En verder aangeven wat ons standpunt is, namelijk zero tolerance, geen rancune tegen mensen die een reden hebben om een klacht te geven. Dat, we hebben ons gehouden aan ons woord en we hebben dat gesprek aangevraagd, ook gekregen en we hebben ons punt gemaakt. We hebben als ik even ertussen mag. Natuurlijk rijst bij mij de vraag, waarom zou iemand ertoe overgaan om een ander uit te lokken? Nee, dus die vraag kan, maar is, weet u, dit soort zaken zijn, hebben twee vormen van gevoeligheden. Ik wil geen waardeoordeel uiten over nog slachtoffer nachtdader, omdat er instituten zijn die dit zaak moeten onderzoeken, maar ieder mens heeft een mening. En ik heb op basis van wat ik heb gehoord een mening gegeven. Het hoeft geen uitlokking te zijn, maar op basis van wat ik heb gehoord en wat ik heb gezien. En het feit dat je weet van één persoon heeft dus bewust om haar moverende reden of zijn moverende reden opgenomen. Dus daarom stel ik dat. En als de persoon kan aan zijn reden hebben gehad van luister, ik weet dat je me lastig valt. En ik wil dus, als ik een punt ga maken, wil ik bewijs hebben. Dus dat kan. Ja. Dat kan. Maar dus ik wil daarover dus verder niet oordelen. Ik vind dat iedereen heeft het recht om zich op een bepaalde manier te beschermen. En haar bewijsmateriaal te verzamelen. Het recht stelt bepaalde eisen daaraan. Maar goed, verder gaan hebben wij gezegd, we gaan niet stilzitten, omdat waar er rook is, is er vuur. Dus laten we direct, voordat er echt vuur komt, als het nog geen vuur is, Kobigigo legt aan de directeur uit van luisteren naar de directie van, is het waar wat we hebben gehoord? Maar terwijl we reden om naar het gesprek te gaan, kregen we een telefoontje van de advocaat van, ik verzoek u om dat concreet geval, of tenminste dat van seksueel molest niet meer te bespreken. Alleen het geval waarbij er sprake is dat de persoon, want we hadden die twee zaken besproken, de persoon aanspraak mee te maken op een bevordering naar een hogere functie, maar het gevoel heeft dat als gevolg van rancune dat niet meer komt. Dus we hebben gezegd, we gaan rancune bespreken en seksueel molest. Terwijl een kwartier, terwijl ik naar daar rij, bel de advocaat me en die vraag van, in hoeverre heeft u dat gesprek reeds gehad? Ik ga ervan uit dat, en ik heb toen geantwoord van, ik reed nu er naartoe. En toen ik ongeveer voor de bank was, werd ik weer gebeld. En gezegd, alsjeblieft bespreek dat van seksueel molest niet meer, want we hebben een brief gehad. En van de president-commissaris, waarbij over de stand van zaken is aangegeven wat er is. Dat er is onderzocht en dat er verdere stappen worden ondernomen of zijn ondernomen. Maar stappen zijn dus, doe dat niet, want anders leg je die persoon ook wel bloot. Ik heb spoed, voor ik naar boven ging voor het gesprek, met mijn bestuur afgestemd van, we hebben niet gezegd dat we over seksueel molest willen praten. Dus we gaan het wel doen, maar we gaan niet meer over dat concreet geval praten. Omdat dat verzocht is. En als we dat doen, de bank is klein, de directeur, voor het geval hij het nog niet wist, gelijk over wie we het hebben. Dus we hebben het
toch besproken ondanks het verzoek, maar alleen hebben we het algemeen gehouden. Seksueel molest op de werkvloer in het algemeen en de geruchten die we hebben gehoord. Zonder te vragen van persoon X, is het waar dat dit, we hebben een bandje gehoord en dat soort dingen. We hebben wel gezegd dat we bewijsmateriaal hebben mogen beluisteren, maar we hebben niet aangegeven van wie en in welke case en hoe. Dat gesprek is geweest, we hebben ons standpunt duidelijk gemaakt. En de directie, we hebben met beide directeuren gesproken, heeft ons duidelijk aangegeven van dat ze toegeven dat er inderdaad een situatie is geweest dat storend is voor de bank. En dat maatregelen zijn getroffen om dat systeem verder te verbeteren. Dat mensen vrijelijk, als er iets is, hun klacht kunnen geven over wie dan ook. En dat op geen enkele wijze rancune zal worden uitgeoefend richting de klagers. Dat hebben we dus gehoord. We hebben een verslag gedaan aan de rest van het bestuur. We waren met z'n tweeën daar van het bestuur. Ik was er niet alleen. En we hebben verslag gedaan van het gesprek en hoe het is verlopen. Intussen merken we dat in de krant allerlei dingen verschijnen en we vernemen dus. Toen heb ik weer een gesprek gehad met de president, commissaris en de directeur. Waarbij ik dus daarna nog meer dingen heb gehoord die ik later ook in de media heb kunnen vernemen. Van naast de open brief naar de PG. En ik zag gisteren zag ik ook nog via Staarnieuws een bericht dat ook een rapport schreven van de directeur was gegaan van er is aangifte gedaan. De Raad van Commissarissen wilde op een bepaald moment verder gaan dan een berisping, maar vond wat ze hadden niet voldoende. Dus zijn twee, drie of vier leden van de raad samen met twee van de personen die een klacht hadden richting de politie gegaan om aangifte te doen. En wanneer je dit soort dingen hoort, wat wij doen, want voor ons en voor onze medewerkers zijn de arbeidsplaatsen, de werkomstandigheden, zijn heilig, zero tolerance, en we moeten opkomen voor arbeidsvoorwaarden, een arbeidsplaats moet veilig zijn. Dus wanneer de bank in opspraak komt, en is dat niet goed, dus we gaan niemand verdedigen en daarbij de arbeidsplaatsen van mensen te grabbel gooien. Toch, maar aan de andere kant zeggen we ook van we gaan niet naar buiten komen en allerlei dingen schreeuwen. We hebben liever dat we acties plegen, onderzoekingen, druk uitoefenen van binnen, van luister, we willen onderzoek, we willen dat er een sanctie komt als er iets is. Dan zeggen je gaat staken of je gaat persberichten uitgeven, of je, zoals nu, zoals we nu in de media zijn. Omdat dat niet bijdraagt aan het op een correcte wijze de zaak afhandelen in het belang van potentiële slachtoffers, dan wel potentiële daders, die indien ze inderdaad zich vergrepen hebben of zich grensoverschrijdend gedrag vertonen, dat ze die begeleiding moeten krijgen en dat ze die sanctie moeten krijgen die ze moeten krijgen. Dat is ons standpunt als bond en dat hebben we vandaag kenbaar gemaakt ook. Alleen dat mensen weten van, we maken geen lawaai wanneer het niet nodig is, maar dat betekent niet dat we niets doen. En door deze informatie te verstrekken, wat we gedaan hebben vanaf dat moment. We hebben daarna ook op verzoek van de leden met een algemene ledenvergadering gisteren gehouden, de leden omstandig geïnformeerd, naar hun grieven geluisterd en ook op basis van wat uit die vergadering is gekomen beslist, dat we naast een communiqué welke is uitgegeven, op het moment dat we onze vergadering starten, waarin de vragen die de leden in hun brief hadden, onder andere daarin ook beantwoord werden, is dus ook voorgelezen aan ze, hebben we gezegd, toch zijn er punten die waar we de aandacht van de directie voor willen vragen, een viertal punten. Uit het hoofd kan ik misschien enkele noemen, maar ik kan ze niet allemaal uit het hoofd kennen. Hebben we gezegd, gaan we opnemen in de brief. En namelijk een van ze is, dit is niet goed voor geen enkele bank dat het te lang sleept. Dus we willen zo snel mogelijk een onderzoek van de instanties die dat doen. We weten dat onderzoek, zeker als het bij het OM is, is een aangelegenheid van OM. Zij zijn dominus litis. Zij zijn vrij te bepalen hoe en op welke manier binnen de regels van de wet ze dat moeten doen. Maar wij hebben alle belang dat er snel duidelijkheid komt in welke mate er sprake is van grensoverschrijdend gedrag en wat voor grensoverschrijding is het. En wat zou eventueel de maatregel daarop moeten zijn?
omdat het niet goed is voor de bank en voor de arbeidsplaatsen. Dus dat gaan we in de brief zetten. Maar we gaan ook aangeven dat vaststellen dat iets mis is, is mooi. Is mooi voor iedereen. We zijn ook heel blij met de actieve participatie van onze leden en van de maatschappelijke groepen. Maar vaststellen alleen is niet voldoende. Er moeten ook duidelijke afspraken en instituten zijn die wanneer het is vastgesteld, we vooraf weten wat is de procedure die er gaat zijn. Een zodanig onafhankelijke instantie die op een juiste en correcte manier de weging pleegt. Want iedereen heeft de eigen norm, meetlat. Dus ik kan zeggen, ik vind berisping te licht. Maar als je bij de rechter bent, is het de rechter die bepaalt. Als het de instantie is, is het de instantie die moet wegen. Die moet op een deskundige manier dat wegen. Dus, maar als je dat niet doet, dan gaan we allemaal zeggen wat wij vinden van het had ontslag moeten zijn, het had schorsing moeten zijn, het had noem maar op wat moeten zijn. Dus we zeggen dat moeten we nu voor de toekomst, dat klokkenluidersplatform is goed, want we zien dat dingen daar naar boven komen. Dus dat is al een goede stap, maar we zijn er nog niet. We moeten verdere safeguards hebben en in de communiqué welke is uitgegeven heeft de directie dus ook aangegeven dat ze voornemens zijn een onafhankelijke persoon of instantie te benoemen. Om verder ook wanneer dit soort zaken spelen dat aan te pakken. Ze hebben ons gevraagd, maar wij hebben gezegd nu bij deze case wensen we geen onderdeel ervan te zijn. Ja. Omdat de zaak reeds speelt en we willen geen enkele schijn van partijdigheid wekken. Voor de toekomst willen we wel iemand voor zo'n commissie vooruitschuiven, maar totaal niet uit het bestuur. Een deskundige uit de samenleving die verstand heeft ervan en objectief zou kunnen handelen en oordelen, daar zeggen we ja. Ja, u staat bekend als een man van goed bestuur. Zou het volgens u niet verstandig zijn? Zou het niet goed zijn voor de bank? Zeker als u aangeeft hoe belangrijk dat belang is van de bank dat de zaak niet verder geschaad wordt. Zou het niet verstandig zijn als de directeur in deze fase gedurende het onderzoek een stap terug zou doen? Dus dat is een van de punten die de algemene ledenvergadering ons gevraagd heeft. Van zonder dat we een oordeel vellen vooraf en mensen veroordelen voordat hun schuld is vastgesteld. Zou het wijs zijn om elke vorm van schijn dat een onderzoek wordt beïnvloed, weg te maken, dat gekoppeld aan het verzoek dat er zo snel mogelijk resultaat is, dat we dat, en dat gaan we in onze brief zetten, dat we de raad adviseren om wijs te handelen en de directie, om tot het moment dat het OM of wat voor onderzoeksinstanties waarmee ze bezig zijn, een besluit heeft genomen, dat de directeur wordt gevraagd om u noemt het een stap terug, ik zou zeggen met verplicht verlof gaat. Er moet wel duidelijk zijn dat volgens de raad en de directie, dus volgens de bank, is de zaak reeds onderzocht intern en extern, dus door het extern instituut, en dat er een sanctie reeds is geweest, berisping. Maar omdat er aangifte is gedaan en er dus nu, laten we zeggen, vanuit de vervolging, ons rechtssysteem, onderzoek gaande is, dan zeg ik, ondanks dat dat er iets heeft plaatsgevonden, zou het wijs en verstandig zijn om in ieder geval niet op de werkplek te verschijnen. Dat doen maar distance work, als de bank daar niet zonder zou kunnen, maar blijf even van de werkplek weg, zodat het niet aanstootgevend is in de periode, als het nou een week of 2 weken is, of 3 weken, ik weet niet hoe lang dat onderzoek gaat duren, dat inderdaad het van wijsheid zou getuigen als de directie en de raad dat ernstig zouden overwegen. En dus dat gaan we ze meegeven. Kan deze case, heer Kastelen, onderdeel zijn van een groter geheel? Dus u stelt een vraag waar ik heb gezegd, waar ik heb vastgesteld, ook bij de collega-advocaat, dat wij geen handschoenen gaan dragen voor andere mensen die in een gevecht zijn. In politieke partijen heb je machtsstrijd, in voetbalverenigingen, in bonden. Dus machtsstrijd is een normaal fenomeen waar mensen werken en belangen zijn.
Maar in dit geval lijkt het op een, of een concurrentiestrijd of een financiële machtsstrijd, als ik de kranten mag geloven en de berichten zie verschijnen in minstens 2 dagbladen die ik volg. Ja, Maar... ik heb een bericht gelezen over de koppeling met het verhaal van het Blauwe Meer. Ja, dat klopt. Maar net wat ik u nu ga zeggen, wij van de bond zeggen, wij bespreken dat niet, we gaan er niet in, is niet ons belang. Ons belang is het belang van de Eurocommons. Wie vecht, laten ze vechten voor hun belangen, maar laten ze vechten met gepaste middelen. Op een juiste manier, als het een concurrentiestrijd of wat is. Maar laten ze de bank met rust laten. En laten ze dus zonder een oordeel te vellen, om te zeggen er is geen sprake geweest van ongepast gedrag of seksueel molest. Want al zijn er 10.000 belangen, strijd en gevechten. Punt is, de medewerkers hebben iets ervaren en ze mogen klagen en het moet bekeken worden en besproken. Waarschijnlijk, als waar is wat u denkt en wat ik zo lees in de krant, kan het zijn dat mensen denken van, oh, nou is een goede steen of stok die ik vind, die ik ook kan gebruiken in de strijd. Dat is vrij voor hen om dat te doen, maar wij als bond waken ervoor dat we het zuiver houden. We houden het zuiver op dat van seksueel molest. De strijd volgen we en de instrumenten en de marktmechanismen en de andere instrumenten in een maatschappelijke strijd die kan plaatsvinden, zoek het naar een ander evenwicht. Dat moet men maar voeren, maar wij gaan daar geen rol in gaan vervullen om wie dan ook, welke van de zijdes dan ook, enige steun te gaan verlenen in die strijd. Dat moeten ze voeren, want wanneer wij vakbondstrijd moeten voeren, dan voeren we dat met of zonder kritiek van welke van de groepen ook in die samenleving. Die samenleving heeft belangen, verschillende belangen, belangen van jongeren, belangen van arbeiders, belangen van landarbeiders, belangen van vrouwen. In dit geval vinden we speelt het belang van de vrouw en we focussen daarop. Maar als verantwoordelijke organisatie binnen de bank houden we er ook rekening mee dat het onderdeel kan zijn van een groter geheel. Ja, en ik ga ervan uit dat u ook een strategie kan hebben uitgezet voor het geval bleek dat er inderdaad sprake is van een groter scenario. Ik wil niet eens dat het blijkt of niet blijkt. Ik zorg ervoor dat terwijl dat groter spel is, want je kan het spel niet stoppen, als je het een spel mag noemen, of strijd. Het zal woeden wat je ook vindt of niet vindt. Wat we proberen te doen is om de issue die aan de orde is zo zuiver mogelijk te houden en daarover een besluit te nemen. En niet omdat men een strijd voert en graag één of meer hoofden wil, dat wij ons lenen om mes met bloed in onze handen te houden. Daarvoor lenen we ons niet. Als iemand iets verkeerds heeft gedaan, strijd of geen strijd, dan moet er een sanctie komen. Als iemand niets heeft gedaan, strijd of geen strijd, dan moet je vinger niet aan die persoon, ook je vinger uitsteken naar die persoon. Dus wij zeggen, hou het zuiver, laten we die case bekijken, laten we die bank met rust laten, laten we de instanties, in dit geval het OM, die bezig is de ruimte geven en zo min mogelijk proberen het onderzoek te beïnvloeden door de bond of door wie dan ook. Niemand moet het beïnvloeden, zodat we een zuivere uitkomst hebben, zodat de instanties die daarover moeten oordelen ook een zuiver oordeel kunnen vellen. In dit geval OM in de eerste plaats. Maar wanneer het OM al heeft vastgesteld wat er is en een oordeel heeft gegeven daarover, dan gaan we kijken wat doet de raad en wat doet de directie. En dan kunnen we als bond zeggen, oké, hoe kijken we ernaar? Dat ander deel van de strijd, dat volgen we in de kranten. En we weten van beide kanten wat we horen zullen al dingen zijn. Maar wat we verafschuwen in die strijd en wat we afkeuren als bond, als persoon die over corporate governance praat, als persoon die contracten schrijft, is het zo dat we vinden dat wat er ook mag gebeuren wanneer je ergens zaken doet, is dat het lekken van confidentiële informatie, dat het afkeurenswaardig is. Wij zijn geen Machiavelli om te zeggen het doel heilig te middelen. Toch, want zelfs in oorlog, heb ik eens van Hugo Essot moeten aanhoren in een programma, zijn er regels. In
in het oorlogsrecht. Toch? Dus in het omgaan met bedrijfsinformatie, met informatie van organisaties, vind ik dat er ook normen horen te zijn. En dat die normen houden in dat we kunnen vechten. En als iets niet goed is, dan moeten we het melden. Als klokkenluider of whatever. Maar we gaan niet in de krant smijten met informatie van organisaties op een onverantwoordelijke manier. Omdat je zo maatschappelijke schade kan toebrengen. De strijd mag er zijn. Mensen moeten maar op binnen de regels van die gelden in een bepaalde sector of in een bepaalde branche. Mogen ze hun strijd voeren. Ik vind het normaal, is een onderdeel van groei. Wanneer mensen strijd leveren, machtsstrijd, op wat voor strijd dan ook. Maar laat die strijd. Ja, al dus Mr. Guido Kastelen. De laatste twee woorden zijn dus helaas niet meegenomen. Maar laat die strijd dus correct zijn. Nou, dan hebben we dat gehoord. Even kijken wie de eerstvolgende persoon is die we dus in deze case aan het woord kunnen laten.